Ah, je touw, buur. Dag, buurman. Hi, buurman. Hoehoehoehoe, hallo, daar zijn we weer. Hey, hallo en welkom. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag ben ik met buurman en buurman. En mij. Robin, waar zijn wij? Terug van weg geweest. We zijn terug van weg geweest. Jongens, ik heb mijn mail even bekeken. Tja. Ik heb deze mail even bekeken. En daar zag ik dat er een nieuwe map van een kijker was opgestuurd. En Robin vond hem zo leuk. Dus vandaag zitten wij wederom opgesloten in een wereld van een kijker. Er zijn allemaal bordjes hier. Geef je mening of tips. Doe je dingen die je in de uitleg staan. Doe je dingen die in de uitleg staan. Plus geluid 100%. Ja. Yeah. Op veel bordje, anders is hier één zo'n lullig plekje over. Hallo. Is ook zo lullig. Gebruik buttons en levers niet voor eieren of trapdoors. Oké, dus mogen we de levers of buttons niet gebruiken daarvoor. Doe wat de bedoeling is, tenminste wat je denkt. Nou, dat is duidelijk. Plaats buttons en levers alleen op... alleen op gouden blokken. Breek geen blokken. Je zit namelijk in survival. En gebruik de levers in de tipkisten alleen op de gold blocks. Ja. Hoezo sturen ze, hebben ze een TikTok gestuurd? Vesmo clips. Oké, maar welkom in huizen fastfood. Oh, ik snap hem. Omdat het doofood en fast is. Dan is het fastfood. Wow. Die is goed, hè? Doofood en fastfood. Welkom in huizen fastfood. Die vind ik echt leuk. Boekje met uitleg. Ik dacht dat we de uitleg al hadden. We gaan even de uitleg lezen. Je bent een jongen alleen thuis. En je wordt wakker door een onbekend wezen. Maar Robin, we zijn met z'n tweeën. Ben jij het onbekende wezen? Ja, nee, ik ben... Je bent mijn denkbeeldige vriendje gewoon vandaag. Ja. Niet mijn denkbeeldige vriend. Maar mijn denkbeeldige vriendje. En jou de taak is het huis uit te komen en het wezen te verslaan. Handig. Texture pack geen. Shaders geen. Brightness 50 default. Brightness zetten we op vol, dus dat is handig, maar niet interessant. Oké, dan is het tijd om te beginnen. Hey, je kan dingen oppakken. Ja, dat snap ik, dat ik dingen op kan pakken. Robin? Ja? Tijd om te beginnen! Hey! Oh. Oh. Hey, huh? Ik ben niet getapeet. Oh, nu ben ik er ook. Wat gebeurt er? Oh. Oh. Alles is... Ah! Wat was dat? Ik zit ook serieus. Ik zit Evert. Ik heb een boekje. Heb jij die ook? Evert en Apel. Oh mijn god, ik schrok serieus, ouwe. Oh, wat is het donker? Nederland. Ja. Anno 2022. Evert komt thuis van school. Hij is heel blij. Want hij kan eindelijk gaan gamen met zijn vrienden. Na zijn setup die hij heeft opgespaard, heeft hij ook lekkere broodje gekocht. Na een paar uur te gamen, merkt hij iets geks op. Hij gooit even een banaan in de prullenbak tussendoor, maar hij hoort vreemde geluiden. Uit schrik stopt hij met gamen en springt hij het bed in. Al snel merkt hij op dat dit geen goede verstopplaats is. Hij heeft een monster gezien. Gelukkig is de kast veilig. Oh, dat is dus het hele verhaal dat we hier zitten. Gast, wat is het donker? Oké, de kast blijkt een goede verstopplek te zijn, want we zaten tips hier te gamen. Dus laten we de kast in gaan. Kom. Nee, kom. Jij zat te gamen. Ik kom, niet. Kom de kast in. Kom. Oehoe. Deur dicht. Misschien gebeurt... Oh, barrels boven ons. Hé, hey, beschimmeld brood. Kan je beter weggooien. Lekker beschimmeld brood. Je trok dat nou weer in een kast. Oké, jij bent mijn denkbeeldige vriend. Jij zit gewoon bij me mee te lopen, oké? Ja, waar is, waar kan ik het beschimmeld brood weggooien? Hier? Ja, in de prullenbak. In de prullenbak, denk ik. Is er iets gebeurd? Ja, dat lampje ging aan. Echt? Oh, we moeten 3 lampjes aandoen. Of niet? Wat hebben we nog meer? We hebben een deur. Oké, ik denk dat we 3 lampjes aan moeten doen, Robin. Ik zie hier nu al een lever, of een lever. Dus een tweede lampje aan. Nu moet er nog 1 aan. Hier, sowieso hieronder. Ja, wist het. Een stone button. En waar konden we die ook weer op plaatsen, Robin? Gouden blok om. Kijk, dankjewel, denkbeeldige vriend. Wat, ben ik Evert? Ik denk dat ik Evert ben, hè? Ja, ik ben... Minecraft, denk ik. Minecraft, nee, Windows. Ik ben Windows aan het spelen. Oké. 1, 2, hoppa! Heb ik ook een naam? Is de... Nee, de lamp is aan. Ja, de deur is open. Huh? De deur was open, maar de deur is weer dicht. Oh mijn god, we moeten die button klikken. Oké, nou rennen. Oh. Rennen naar de deur. Rennen! Ah! Hoe kan jij sprinten? Ik kan niet sprinten. Oh, oké. Top. Wat zijn dit? Pressure plates. Denkbeeldige vriend, wat moeten we doen? Er overheen lopen op een juiste manier. Oké. Eerst over die. Ah! Oh, oh, wat is het? Oh, maar deze. Oh. Wat was dat? Ik schrok van het geluid. Zag je niet wat het was? Nee. Het is gewoon een horrormap. Oké, we komen in een... Ah! Waar ben ik? Huh? Er ligt een diamond op de vloer. Elektriciteit activeerbaar met een lever. Denkbeeldig vriend. Kom je aan? Ja, ik ben er. Nee, je bent er nog niet. Nu zijn we er. Oké, we zijn beland in de keuken. Waar heb je het over, je lever? Zo schrijf je dat gewoon, hoor. Een lever. Ja, weet ik. Maar ik noem het een lever. Hey, ligt kaas op de plank hier. Lekker. Oké, wat moeten we doen, denk je? Ik zie nu al dat ik hier een goud blok heb waar ik iets op kan plaatsen. Wat heb je? Een boekje. Oh, er zit een tip zeker in. Ja, nee, maar jij hebt die ook. Oh, Evert 2. Evert
is in zijn kamer ontsnapt. Is uit zijn kamer ontsnapt. Sorry. Nu zit hij met nog een probleem. Hij moet namelijk ook nog de keuken ontsnappen. Hij herinnert zich nog van een geheime kamer die alleen openbaar is met een besmeurde spons. Ook herinnert hij dat hij zijn vlek moest opruimen. Enk, is dit de vlek hier op de grond, die diamond? Ik denk het wel. Enkel kan hij zijn spons niet vinden. En is de spons droog, herinnert hij. En is de spons nog droog, herinnert hij? Hij heeft al een idee. Als hij de spons maar dan nat gooit op de vlek, zal het wel goed komen. Hij heeft ook een ontsnappingsmanier gezien. Alleen heeft hij het niet onthouden. Waarom kan ik niet lezen? Waarom is lezen zo moeilijk? Wel denkt even dat er iets verkeerd plaatsvindt in de geheime kamer. Een mini-monster. Ja, ik merkte het net al. Er zat een monster achter ons aan. Oké, laten we de spons nat droog maken. Of nat. Dus laten we hem hier in de hopper gooien. Ja, dan krijgen we een natte spons terug. En dan moeten we hem schoonmaken hier. Hoppa. Schoon! Hallo! Moet ik recht de muis klikken erop? Oh, ik denk niet dat dit de bedoeling was. Hoppa, hey jij daar. Abonneer zeker even als je deze video leuk vindt. Like ook eventjes. En reageer ook allemaal even. Taarten met een thee. Lekker. En een kerstje. Oh, zo lekker. Hey, ik ga verder met koken. Als jij verder gaat me kijken en abonneren, liken, doei. Taart met een thee en een K. Vet. Is dit de vlek, denk je, op de grond, die diamond? Ja. Laten we hem schoonmaken. Daar kan je ook heen, dat zag ik ook al, ja. Maar dan heb je ook een lever nodig. Kijk, hier. Hier hebben we een rooster. Daar kunnen we in. Alleen, ik zie niet echt... Oh, ik zie een ladder daar. Maar hier kunnen we niet heen. Dit is afgesloten. Hier zou... Wacht, ik ga nog even lezen. Oké, er wordt gezegd, als Evert zijn natte spons op de vlek op de grond gooit... Nou, dat is hier. Dan zal het wel goed komen, staat er. Maar ik snap niet. Dit is de vlek. Misschien dat ik zo moet doen, dat ik ze om moet wisselen. Nu heb ik de spons neergelegd. En als ik hem dan draai, dat kan niet, maar... ik heb nu een diamond. Nee, met de diamond kan ik niet zoveel. Als ik de diamond nou hierin doe... Oh, dan krijg ik nog een natte spons. Hey, ik heb de besmeurde spons. Hoe kan die spons zijn gekrompen naar dat kleine dingetje? Dat is toch altijd, als je spons nat maakt, dan krimpt die. Dan wordt het gewoon zo één klein sponsje. Ja. Inderdaad. Oké, hier staat met een lever. Nou, dit is natuurlijk geen lever. Dit is geen lever. En dan doen wij hier de button plaatsen. En... Oh! Nu is het blokje hier weg. Het is een kat! Met een weet ik wat erop. Hij is terug! Wat moeten we doen? Gebroken bezem. Hij moet dood, Robin! Oh my days. Kitty cat. Jongen. Oké, de kat laten we leven, maar die skeleton... Nee, die kan me ook dood. Christ. Ik schrik me helemaal kapot, joh. Wat een horrormap dit. Ik heb nu de lever ook gekregen, de lever. Die vleermuis hier, jongens. Wat is het donker, hé? Een donkere video. Nou, kat, jij mag hier blijven, hoor. Jezus, ik schrok me helemaal kapot dat het ding op me afkwam. Moet je hier nog wat doen dan? Nee, ik heb de lever gekregen en die kan hier. Elektriciteit. Oh, je hebt die al. Zeg maar dat... waarom blijf ik nou? Ik haat het echt. Oh, vreselijk. Oh, kan hier weer over, hè? Kom op. Stroom! Hallo. Ja, nou, stroom doet het. Nee. Wel? Nee, het is toch helemaal niet licht? Jawel, kijk maar. De lamp is dan aan. Ja, maar ik zie toch nog... Het is nog steeds donker. Ja. Heb jij nog blinders? Nee, nooit gehad. Oh, mijn neus. Robin? Ja? Er is wel nog wat engs. Maar kijk, de elektriciteit is aan. En ik had al gekeken. Dit is open nu. Oh, dit is open. Hier moeten we doorheen. Ik vind maar niks. Ventilatieschacht. En ik ga niet meer met je mee de volgende keer. En, jawel, je bent mijn denkbeeldige vriend. Je moet, vriendje, sorry, jij moet meegaan. Oh ja. Ik durf niet alleen. Oh, dan moeten we een soort van parcouren. Oh, maar het is ook nog steeds zo donker, hè. Ik zie helemaal niks. Ik ga wel eerst, hoor. Ik offer me wel op. Ja, ga maar. Ik zie je letterlijk toch niet meer. Oh mijn god, waarom red ik dit niet? Oké. Oh, moeten we weer door de ventilatieschacht. Oh. Oh. Daar gaan we. Oh, het is licht! Oh! Ik kan kijken. Waar zijn we? Er is een spiegel hier. Oh, wat lijp. Kom maar hoor, vriend. Kom maar. Het is veilig. Maar... Kom maar. Er ligt hier nog iets. Wat ligt er? Een emerald. Kijk, eerst maar even wat je moet doen. Of niet? Ik vertrouw het allemaal niet. Hier, we kunnen er gewoon nog in. Oh ja. Hier, ik zit lekker gevangen hier. Hier, kijk. Oké, ik heb Evert 3. Het is Evert gelukt de keuken te ontsnappen. Nu is hij in de laatste kamer. Maar hij herinnert iets. Hij is zijn magische stenen vergeten. Hij moet terug naar alle kamers om zijn 3 stenen te halen. Oh, nee. Mijn magische stenen. Oh, dat was die diamond op de vloer. Oh. Ja. Kijk, en dan moeten we ze op de goede locatie plaatsen, de stenen. Oh, mijn god. Oké, magische vriend. Als jij de diamond kan halen, dan ga ik
de gold en de emerald halen, oké? Okay? Maar waar ligt die gold dan? Die heb ik nog niet gezien. Ja, toch? Ik ook niet. Die ga ik wel zoeken. De emerald die lag hier, die zag ik al. Die ga ik wel pakken. Oké. Okay. Zo, kijk, pak ik. Hoppa, heb ik de emerald. Heb ik alleen nog de dinges nodig. De gold, als jij de diamond haalt. Oh, de diamond ligt gewoon hier. Die mist hij nog. We hebben hem nog, dus je kan hem pakken. Ik ga, hoppa. Ik ben terug in deze kamer. Maar hebben wij dan... Oh, de gold ligt hier op de grond, hè? Huh? Lag die er net ook? Geen idee. Ik weet niet waar je bent. Ik heb mijn magische stenen gevonden. Ja, ik ben in mijn slaapkamer weer, waar het monster aan het begin was. Ik vind het alleen niet leuk om hier terug te zijn. Maar ik kan wel eindelijk zien, want het is licht. Dat vind ik wel fijn. Heb je hem? Of moet ik hem pakken? Jij bent denkbeeldig. Ja. Ik kan hem ook niet. Wacht, hier, ruil hem om. Huh? Hallo! Kip hem! Oh, je hebt hem. Goed zo. Kom maar mee. Kom maar mee. Hoe heet mijn denkbeeldige vriend van Evert eigenlijk? Ja, weet niet. Hoe heet hij? Marco. Polo. Je heet Marco. Zo. Ik heb altijd al Marco willen zijn. Echt? Ja, nou, dat is een lucky day. Nou, we hebben alle stenen. Als jij de diamond plaatst, plaats ik de emerald en de gold. Oké, de gold moet hier. Maar dat kan niet. Oh, je moet hem droppen op de plek, denk ik. Lukt het? Nee. Oké, ik heb de gold hier gedropt. Dan drop jij de diamond in dat hoekie. Waar moet hij? In het hoekie. In welk hoekie? Ja, dat hoekie daar. Zie je hem? Deze? Ja, zo. En dan moest hier de emerald op deze, toch? Tegen de kist aan. Huh? Zit daar geen kist? Ja, hier. Deze. Ja, deze. Oké, komt die 1, 2. Hoppa. Oh! Ah, uit de wc kwam iets. Ik zag het. Ik zag niks. Nee, ik ook niet. Alleen een spettertje. Huh? Wat is dit? Wat is deze deur? Die gaat nergens heen. Was dit net ook al? Oh! Ik had niet verwacht dat het naar beneden ging. Is het veilig? Erg. Hallucinaties? Oh. Ik ben bijna dood. Hoe ga ik het overleven? Robin! Waar ben je, Marco? Ik mag nog steeds niet komen. Maar dit is een nightmare. Het is gewoon een nachtmerrie, dit. Oh, maar dit is allemaal skeletons. Ze vallen elkaar ook aan. En ik hoor muziek en er is een eindeloze gang hier. Ah! Waarom hoor ik muziek? Dat is niet de bedoeling. Music! Ah! Het is veel te vredig, die muziek, voor wat hier allemaal gebeurt. Ik maak het allemaal mee van afstand. Marco! Oh my days. En wat is dit voor gang? Waar gaat dit heen? Ik heb vermoord. Ik heb gewonnen. Wacht, laten we proberen hierheen te gaan. Zo. Oh! Ik ben nog gehaald! De muziek! Ah. Oh, ik ben wel... Het was een waardevolle rit. Veel geleerd, maar ik ben wel mijn vriend Marco verloren onderweg. Veel gedaan. Buurman en buurman. Waar is Marco nou? Hey! Marco! Ik had een nachtmerrie. Echt? Ja, ik weet niet. Het was volgens mij een nachtmerrie. Maar ik ben wakker geworden. Doofoot, dit zijn de prachtige makers van deze map. En Fastpo. Wat vond je ervan, Robin? Ja, ik vond het leuk. Nou, was serieus een hele leuke map. Was een goed in elkaar gezette map. YouTube, Fastpo en Doofoot, bedankt voor het spelen. Het kostte vrij veel werk, deze map. Voel je vrij rond te kijken. Niet letten op de rommel die we hebben gemaakt. Nogmaals bedankt. Dan gaan we even rondkijken. Wat een rommel, hè? Ja, echt. Konden jullie niet gewoon alles opruimen? Jezus, wat is lelijk dit. Kom lekker binnen, is heel gezellig. Hallo! Oh my days, waar zijn we beland? Dit is pas een nachtmerrie. Dit is de echte nachtmerrie. Nou, ik laat jou wel hier, Marco. Ja. Succes. Oh, mijn popjes. Oh, leuk. Nee! Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Kijk zeker ook even lekker deze video, want dit is gewoon een hele mooie video waar Robin ook heel blij mee is. Toch, Robin? Ja, best wel. Ja, best wel. En dan nu spreken we het klasje wat wel. Wie is het van niemand?